Goedemorgen allemaal, het is alweer donderdag en vandaag heb ik repetities. Want morgen hebben we weer een optreden, of na een tijdje weer een optreden in Leeuwarden ergens. Ik weet niet precies waar, maar het wordt wel een hele klus. We moeten in één dag een set van een half uur voorbereiden. Ik heb er in ieder geval zin in, weer een keer optreden. En ik ben benieuwd hoe het gaat worden. Het is wel weer een tijdje terug, maar ja... Het moet kunnen. Dus vandaag, we hebben wel vandaag dansles en Robin heeft niet eens zangles mee. Gerald geeft ons ook geen dansles vandaag, want die zit momenteel in Duitsland. Ik weet niet meer precies van wie we dansles krijgen. We zouden van Ivan krijgen, maar die kon uiteindelijk ook niet. Dus nu hebben we iemand anders. Ik ben benieuwd, maar ik neem jullie gewoon. Oké, we zijn er in onze danszaal waar we weer gaan repeteren vandaag. Jamie en ik zijn alleen nog, Toon vertraagd en Thiago is later. We zijn altijd de eerste, hè? Ja, ik weet dat niet. Vroege vogels. En dit is de dansleraar van vandaag. De vervanger van Gerald. Ja. Natuurlijk weer. Wat zeg je? Deze weer, hoor. Gewoon... Nou, we zijn bezig met de dansles. Het gaat, er zijn ups en downs. We moeten gewoon voornamelijk met elkaar genieten. Laat jullie gewoon zien. Dat is echt een chill. Ja, maar dat zie je ook. Dat is nu ingevuld genieten en wat net gebeurde. Ja. Ik gewoon je gehad en choreo's gedaan. En hopelijk gaan we morgen gewoon het optreden killen. Ik heb er echt zoveel zin in, want we hebben echt al een tijdje niet opgetreden. En dan, ik heb er ook gehoord dat we nu dus in het World Trade Center gaan optreden. En dat lijkt me gewoon sowieso super dope. Dus we gaan morgen helemaal naar Friesland en ik heb er echt zin in. Dus ja, ik ga jullie gewoon meenemen. En dan vlog ik morgen weer hierover verder. Oké, we zijn. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag. Goedemorgen. Het is al, trouwens, het is avond, hè? In ieder geval, goeie avond allemaal. Vandaag ben ik met de boys en we gaan optreden, jongens. Yes! Het is best groot hier, ergens in Leeuwarden. Het World Trade Center heet het, toch? Ja. En ja, ik heb er zin in. Weet niet of jij er zin in hebt, Jay? Nee, sowieso. Long time ago dat we een show hadden. Dus we gaan de boel rocken. Toon staat daar, waar is dat Toon? Toon staat daar te pissen. Dus ja, dit is onze zaal, zeg maar, waar we zitten. Kijk die eens aan dan. Ja, ik heb er zin in. Ik ga met nog even andere schoenen aantrekken en dan ben ik ready om te gaan. Foto maken, man. Met het publiek zo over. Ja, dat vond ik ook wel. Ja, goed. Maar die waren de goede. Goeie, Luca. En niet? En Luca. En we moeten een foto maken, maar dan niet met Snapchat. Ja, dat was ik wel zo groot. En dat is gewoon een goede. Dus dat we een paar achter elkaar kunnen maken, zodat die er wel goed op komt te staan. Kijk, man. Gewoon op. De swing staat op het podium. Hoor je het? Zeg maar een beetje... Ja. Je hebt niet eens helemaal gekeken aan het moeten. Oh,
to live, to us to rest. Onze tourmanager. Hij gaat hem straks naar huis brengen. Ik dacht dat er meer man waren. Ik dacht dat er niet meer zoveel man waren. Het was echt... Ja, maar dat was een kleine verrassing voor je. Ja, blijkbaar. En deze jongen. Dat was zeker leuk. Altijd een verrassing is vooral toen ik mijn oortje uitdeed, zeg maar. Ze gingen gillen in mijn oren. En net nog stonden ze daar bij de foto. Het was heel donker. Dus zag niet. Ik heb wel foto's met ze gemaakt, maar ze zag het niet goed. Oh. Dat is wel jammer. Ik heb een leuke foto. Ik ben benieuwd. Kees is tourmanager, fotograaf, audio, alles. Stylist. Hey Michael. Hey Koeko. Wat vond je ervan? Ik vond het was gezellig. Jawel, jij gaat in de vlog. Jij edit onze vlogs. En zo naar jou, man. Ik stuur altijd mijn dingen op tijd. Ik stuur altijd mijn dingen op tijd voor de vlog. Je bent voor je vlog. Ook voor jullie vlog. Ja, met jou... Vlogception. Jouw camera was leeg. Ja, ik had mijn camera los, maar die was leeg. Ik dacht dat ik het opgeladen heb. Maar hij is niet opgeladen. Luca, foto man. Oh. Foto. Hè? En wat vonden jullie? Ja, hartstikke leuk. Nou, ik moet je eerlijk zeggen, ik had bedacht dat jullie hier bij ons moesten optreden. Want die kinderen van ons keken altijd naar dat SBS6 gebeurt. Ja, ofzo. En ik weet dat een collega zei, mooi voor je, wat is dat joh? Nou, ik zei, komt het goed. Gaat wachten. En toen kneep ik hem even. Ik dacht, nou, komt er nog een hit of zo? Weet je wel. Maar goed, jullie hebben het fantastisch gedaan. Echt super. Nou, wacht even rechtop, zeg maar. Ik vond het erg goed. Ja, ik vond het goed. Ja, erg leuk. Ik zou. Heb je hem? Ik zou doorgaan, ik bedoel. Kees gaat. Wat?
Oh, ja, zou je dan deze kunnen vasthouden? Maar kom. Lucas, jij tussen Lisa en Amy gaat. Doe maar een deel dan. Ja. Dan doen wij de... Mag het kloppen? Ja, shoot, hè, de, Luca. Zit hem op pauze, wat doe je gauw? Kijk zo hoofd. Oké, even, ja, Luca hoofd, lippen, nee, je lippen, tuiten die lippen. Kom, stoer, nee, je kijkt niet stoer genoeg. Boze. Van Kees achterin. Thiago is er ook. En kijk, wat een luxe, jongens. Oh, Thiago is er ook, ik ben er ook. Ja, maar jij bent te donker. Oh, kijk, hier. Daar is Kees. Kijk. Kijk, Ted. Ga Ted kijken hierachter. Zo. Optreden was zo. Ik zit een beetje. Ja. Het is maar goed dat het optreden af is, als ik zo moest staan. Ja, was gruwelijk toch? Vond het leuk. Ook weer leuk om Kees te zien. Hij trekt wat nieuwe volgers erbij, hè Kees? Ja. Kijk. Leuk. Hij is blij. En Toon is daar nog, want die wou nog even kijken naar Ogin. Ja. Die zijn trouwens echt niet normaal goed in de dag. Nou jongens, ik ben ondertussen weer aangekomen bij het appartement. Of bij mijn appartement, gewoon bij het huis. Kees heeft me thuis afgezet en gaat nu zelf ook naar huis. Ik heb morgen wel een wedstrijd, ik weet niet wat ik ga doen. Misschien ga ik nog even starten of zo. Het was wel leuk, kijk hier mijn bosje, bloemen, alles. Maar ja, ga ik hem afsluiten? Twijfel ik een beetje. Zal ik het gewoon doen? Like en abonneer op mijn kanaal. En laat een comment achter als dit een leuke vlog vond. En dan zie ik jullie in de volgende vlog. Het concert in Leeuwarden was hartstikke lit. Er waren denk ik weer duizenden mensen. Ik had het zelf niet verwacht, maar het was echt gewoon ook een heel chill publiek. En ja, ik heb er zin in. Hopelijk komt er meer aan. We hebben sowieso nog een single die eraan komt. En hopelijk ook meer optredens. En dit was hem.